hij gaat eigenlijk niet zo verstecht aan als de andere hond maar een toontje lager zingt. Maar de vraag is, als hij een gelijkwaardige reus tegenkomt, die ook niet... ophouden jongens. Dus op het moment dat de beide reuzen gelijke hoogte ongeveer aanhouden, dan zou toch op een gegeven moment eentje een toontje lager moeten zingen. En eigenlijk moet het zo zijn dat elke hond het kan. Goed zo meisje, hè? Deze moet gewoon zijn kop kunnen buigen. Goed zo, Novella. Dierenarts. Goed gezien. Lekker rustig. Ja, koos je lekker. Mooi, dat is voor Flow ook mooi. Oh, hij moet blijven. Dat is de rug van haar iets afdraaien. Ja. Maar de rest hou ik niet eens bij. Nee. Koek, koek, daar ben ik weer. Mooi dat je gewoon bij blijft. Oh. Klein draakje, hè? Maar Flo, stop wel. Je ziet het in Duitsland, dat vind ik ook graag. Ja. Dat is mijn kuil, hoor. Hallo. Mag ik ook in jouw kuil? Nee, je mag niet in mijn kuil. Hij nee, krijgt geen snoepjes of loop. Echt niet. Ga je wel aan bedelen. Oh, kijk, zo leuk ze had ervoor liggen. Echt heel leuk. Nou, hier. Dan moet je te touwen. Dat gaat super, dan kan hij goed ontspannen. Ja? Dan valt hij echt in slaap bij de mensen. Ja? Hij gaat naar het Wellands College waar we lesgeven aan pubers. Ja? Daar gaat hij mee, daar is hij super voor. Hij is echt super slim en leergierig. En met kinderen werken gaat het op zich ook goed. Als kinderen vloertjes pakken, dan gaat het ook super. Ja. Alleen als bijvoorbeeld kinderen voor angsttraining of zo, dan pak ik eerder grote honden. Ja. Omdat die vertrouwt meer dan hem. Ja, hij is onberekenbaar. Ja. Je moet eigenlijk gewoon weer, als het hem verkeerd valt, kan hij in één keer helpen. Ja, ja. Klopt, ja. En waar hij ook super in is. We hebben natuurlijk op de cursus best wel veel honden. Hè. De een wil je dan leren dat hij een keer grens krijgt en de ander. Ga
ga hier verder. Ja. Ik heb grote. Kijk, zo, ik heb hier een hele smaak.